Goeiedag. Ja, het warme zomerweer gaat plaatsmaken voor een koele weertype. Betekent echter niet dat u hoeft te wanhopen hoor, want de Pinksterdagen verlopen gewoon typisch Hollands. En dat betekent dat het heel aardig weer zal zijn. Alleen ja, die temperatuur die gaat naar beneden. Nou ja, maakt u dan tijdens die Pinksterdagen ook nog eens weerfoto's, zoals hier naast mij bijvoorbeeld is te zien. Ja, dan kunt u ze insturen naar weerfoto@rijnmond.nl. Nou, de komende nacht vanuit het zuidwesten enkele buien, misschien wel met een donderklap, een temperatuur van een graad of 15 en maar een zwakke noordenwind. Zaterdagochtend begint met veel bewolking en een aantal buien, die trekken dan naar het noordoosten weg. Nou, daarachter breekt dan af en toe het zonnetje door, blijft het voor de rest droog, maar het is wel koeler met 19 graden vlak aan zee, 21 graden nog in het oosten van de regio en de wind waait matig, windkracht 3 of 4 en die komt erbij dan uit het westen. Op eerste Pinksterdag geregeld zon, blijft overal droog, prima weer gewoon, wordt zo'n 18, 19, lokaal misschien wel 20 graden dieper landinwaarts, een matige westenwind. Ook op maandag geregeld zon, maar de kans op een bui lijkt in de loop van de dag wat groter te worden, bij een temperatuur dan van ongeveer een graad of 20, een matige zuidwestenwind. Dinsdag een wisselvallige dag met een aantal buien, dan is het ook wel aan de koele kant, een graad of 18, een stevige westenwind. Erbij. Op woensdag gaat het weerbeeld langzamerhand wat verbeteren. De temperatuur die gaat heel langzaam iets oplopen, 19 à 20 graden en dat bij een matige, aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Ik wens u fijne Pinksterdagen en heel graag tot dinsdag.